mensen van Bayerntown, welkom bij een nieuwe video in de Banjo Studio. Naast mij zit de heer Bardo Ellens, ik ben het heertje Ricky Broers. En dat wil je niet missen natuurlijk. Van maandag tot en met vrijdag elke dag een video in de Banjo Studio voor jullie. En wat gaan we vandaag bespreken? Vandaag hebben wij een nieuw lijstje, namelijk 28 schokkende bewijzen dat de Illuminati nog steeds bestaat. En voor de mensen die niet weten wat de Illuminati is een oud iets wat eigenlijk, waarvan mensen dachten dat er mensen boven de maatschappij, dus boven de wereld heersen. Denk aan Barack Obama, Michael Jackson, Elvis Presley, ja. Eminem, Beyoncé, Jay-Z. En dat al die mensen samenwerken om onze hoofden te manipuleren. Ja, het zijn maar een beetje, eigenlijk boven de regering zitten allemaal bekende mensen en die besturen gewoon de samenleving, die hersens voor ons. En wat is het kenmerk van de Illuminati? Een driehoek. Met een oog. Met een oog. En wij hebben nu 28 chockerende bewijzen dat Illuminati bestaat. En ik ga ze allemaal een beetje doornemen, Rick. Gaat goed. Sowieso, de allereerste is heel simpel. Ja, lid van de Illuminati en tijdens je concert gewoon keihard het symbool maken alsof niemand het doorheeft. Precies. Beyoncé is een beetje de prinses van de Illuminati, kan je wel zeggen. Ja. En dan hier. Oh. Duidelijk een driehoek op zijn gezicht. Dit is een driehoek op zijn gezicht tijdens het voetballen. Dit is Illuminati. Dit is geen ongeluk. Dit is een glaas. Hij heeft zelfs een driehoek op zijn gezicht gemaakt voor de wedstrijd. Kijk, nummer 3. De neus van Jay-Z is een driehoek. Ja, alleen maar bewijs. Dit is bewijs. En LeBron? Gaan we even kijken. Ja, ja, duidelijk een driehoek. Je ziet hem op het hoofd. Het is ook mooi hoe hij dan langzaam inzoomt naar die driehoek. Om die ja. Even kijken. Wat is dit? Late Night Show host. En dan? Oh, ja. Oh! Wow! Wat? Schokkend! Ook echt heel langzaam daaronder. Driehoekje. Kim en Kanye. Oh nee. Het licht op het hoofd van Kanye is een driehoek. Driehoekje. En Katy Perry. Duidelijk. Het oog zit er zelfs bij. Kijk, als je gewoon van de kin naar de tepels. Oh wow. Wordt het een papa mobiel. Wauw, die knippen we er wel uit. Tot zo. Hallo. Doei. Dat was easy peasy. En laten we even verder. Je vergeet nu, je hebt er nodig je telefoon. God allermachtig. Het artikel, ja. Want ik kwam er zo op, hier kijk je eigenlijk alleen maar naar de titel van Katy Perry. Ja, eigenlijk is het gewoon een goed excuus om naar de titel van Katy Perry te kijken. Ja, en er een driehoek omheen tekenen en dan zeg je dat... En een oog in het midden. En zeg je dat Illuminati is. Volgende. Huh? Oh ja, kijk, die driehoek met het oog erop, met het oog erin. Nou, nee. Het is net naast de driehoek. Er zit nog een driehoek. Dit is echt, maar echt mijn humor. Dit is ook mijn humor, echt. Driehoekjes hier, smeetjes brood. Brood Illuminati. Brood is ook van de Illuminati. Een dolfijn. Een dolfijn is ook van de Illuminati. Ja, ik denk het wel. Bermuda driehoek is wel logisch nog. De Dora. Ook willekeurig gewoon die rode lijn tekenen, maar niet eens. Hij tekent nu gewoon zelf telkens een driehoek. Je merkt ook gewoon, deze dingen worden telkens slechter. En deze ook, ja. In de eerste foto zie je het al meteen, ja, dat is een driehoek. In je chocolademelk is gewoon Illuminati verwolken. Ja, precies. In de natuurkunde eigenlijk al. In de oortjes, ja, ja, je oortjes zijn ook Illuminati. Ik zag het meteen, de eerste foto al. Voor de duidelijkheid, je snapt hem, dat oog wat er ook bij staat bij elk plaatje, daar gaat het natuurlijk om, die kan je overal terugvinden. When was the last time you had French toast? Oh, godverdomme. Het is toch zo knap hoe hij deze man al die dingen heeft verzonnen. Ja, misschien is het wel een vrouw, hè? Maar het kan wel een man verzinnen. En dit is sowieso een man geweest. Nutella ook. Wat is. Ja. Nutella, ja. Logisch. Duidelijk rond. Dit was echt een. Dit is zo random. Hier heeft die dude ook echt gedacht: ik doe gewoon daar een driehoek tekenen. Ja, okay. Intens. Nummer 18. Wauw, ja, je ziet in het gras duidelijk de Illuminati. De Illuminati, ja. Old videogames. Kijk, hier is zo'n pixel en allemaal een bikker. Het werd echt steeds slechter. Dagobert Duck die in zijn band had naakt in zijn hempie. Oké, hier. Ask about Illuminati staat daar. Op de poster. Oh wauw, het is ook echt zo. Oh, ik ben over die poster.
Nee. Het gaat over iets gedaan. Dus ik vraag me af, is dit echt? Is dit echt in Donald Duck? Dit is een Azkaban Illuminati. Dat zou wel geniaal zijn als Easter egg, zeg maar. Het zou wel echt vet zijn, dat weet ik helemaal niet. Dat zouden van die Illuminati hardcores dan als Illuminati bewijs gebruiken, dat soort dingen. Ja, wie niet? Oh ja, hier de dollar. Ja. Begrijpelijk. Nickelodeon. Oké, ze hebben hem hier getekend, hè? Wat? De driehoek zit niet op de dollar zelf. Hij oh, echt? Ernaast. De dollar is heel groot Illuminati teken op die dollar. En wat zit ernaast? Dit is zo ongelooflijk flauw, hè? Dit is fantastisch flauw. Ik kan er. Wauw, ja, hier. Dan denk je, hé, allemaal driehoeken. Oh, een Illuminati. Hij heeft er gewoon een Illuminati bij. Oh, wow, ik krijg echt ik word licht. Ken je dat als je zoveel lacht? Ja, zoveel licht in je hoofd wordt, ja. Ja, ik zit nu echt op dat punt, dat ik denk, wauw. Intens punt is dat. SpongeBob. Kijk ook dat het ernaast zit. Oh, die driehoek hoor, die driehoek en dan hier Microsoft. Dit is wel moeilijk, want er zijn driehoeken te vinden. Jawel. Jawel, daar heb je het over, ik is een duidelijke driehoek. Kijk. Ik word er gewoon bijna moe van. Ook okay, wiskunde dit. Ook gewoon in driehoek weer gewoon, ja. Ja. Het mooie is dat voor de mensen die van onder 03. Oh wauw. Voor de mensen van onze leeftijd, weet je wat grappig is? Jij krijgt ook heel vaak van die verhalen over alle dingen van Illuminati, ja, driehoeken. Ja. En daarom is dit artikel ook zo grappig. Ja, want dan zie je van, oh, we hebben hier een driehoek gezien, dit moet wel Illuminati zijn. Dit is eigenlijk gewoon te fucken daarmee. Die lamp ook. Kijk, die lamp is weer gewoon het oog en dan... Nee, nog niet. Nog twee te gaan en dan zijn we er. Are you Illuminati, Barack Obama? Yeah, are you... Legit. Dat is sowieso waar. Hier kan je niks op inbrengen. Next time you see something. Fuck Illuminati, you are the reason. This fucked up, you can't. Sam, we are not the Illuminati, we are Illuminati Fridays. Illuminati Fridays, a band at night that showcases top DJs and quality production at a nightclub here in Atlanta. Oh, okay, sorry. Oh, god. Dit was dus al het bewijs dat Illuminati bestaat. Zo goed als, oh hier de laatste. Een driehoek in een driehoek. De laatste is een driehoek in de driehoek. Een Illuminati driehoek. Oh god, ik ben oprecht licht in mijn hoofd. Ik hoop dat jullie deze video geweldig vonden. Hilarisch. Prachtig, fabuleus. Intens. En geef dan vooral even een duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. Ik moet echt even bijkomen van deze video. Ik ook. Ja, deel deze video met al je vrienden. Die ook in de Illuminati zitten. Ja, iedereen zit in de Illuminati. Dus deel hem naar de Illuminati toe. En ja, morgen zijn we weer om 12 uur op Banyantown. Woo! Rick wordt gebeld, dus later! Terug nummer! Yo! Met Rick. Oproep bij